Oké, toegegeven, ze zijn dan wel niet uit op de eeuwige roem of de sterrenstatus. Maar je kunt er bijvoorbeeld donder op zeggen dat onze singer-songwriters binnen de kortste keren te maken krijgen met alle denkbare vormen van de vaderlandse journalistiek. Zal ik ook eens even naar de camera kijken? Die is even weg. Zie die plomp daar? De volgende keer als jullie hier vlak in de buurt komen, dan gaan jullie erin. Met camera en al. En om Nielsen alvast te laten wennen aan zijn nieuwe rol, een eerste kennismaking met de media. Nielsen, jij bent ook jeugdster. Jij hebt een bandje gehad. Hoe heette dat bandje ook alweer? Zeker, zeker. Nu spraken wij een hele grote fan van jou, Kelly. Heb je die gesproken, ja? Kelly? Ja. Ja, die ken ik wel. Tenminste, niet persoonlijk, maar wel van briefjes en zo. Ja, Kelly stuurt briefjes en plakt stickertjes op het raam. Ja. En ze vraagt zich af waarom je eigenlijk nooit reageert. Ik heb het heel druk. Ik kan er niks aan doen. En ik krijg heel veel van dat soort briefjes. Dus als ik een keer tijd heb, zal ik reageren. Nou, bekend geworden heftig nieuws vanochtend. Voelt u zichzelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie? Ik voel mezelf wel verantwoordelijk voor de ontstane situatie, aangezien het over mijn liedje gaat. Ja. Nielsen, wat is nou precies de bedoeling van dat singer-songwriter programma voor jou? Bekend worden, podium krijgen en kan je me iets verder doen? Dankjewel. Nu weet ik, Nielsen, uit die tijd van Circus Circus, hè, die kinderact en al die soppende moeders op de tribune, dat jij één ding verschrikkelijk vond. En dat willen we eventjes zien. Doe even nog één keer zo'n klein dansje, want dat kon je als de beste. Oh ja, ik wil wel een dansje. Doe even één dansje. Dat, ik bedoel, je staat nu toch al compleet voor lul. Meneer, wat vindt u er nu van? Mooi, hè? Ziet er goed uit, hè? Kunnen u ook twee duimpjes, meneer? Twee duimpjes eventjes voor de camera. Even twee duimpjes voor de camera. Ja, twee duimpjes. Kijk, zie je wel. Dank.